waarom moet dit mij altijd overkomen? Ik probeer gewoon rustig mijn ding te doen. Komt deze bullshit weer? Wow! Misschien hebben jullie het wel meegekregen, maar er is dus weer een video over mij gemaakt. En door niemand minder dan Hypnose Guy. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar deze guy, die gehypnotiseerd leek. Maar goed, ik zat dus rustig mijn ding te doen. Ik zat zelfs in het buitenland, ik kon niet eens reageren. En opeens blies mijn hele telefoon op. En dat is totaal niet overdreven, want ik ben meer dan 20.000 keer getagd in deze video. Meer dan 20.000 keer, wat? Volgens mij ben ik nog nooit zo vaak getagd in een video. En ik kreeg het ook zo vaak doorgestuurd. Maar ja, laten we de video anders eerst even kijken. Dan weten jullie waar het over gaat. Het is een hele korte video trouwens. Hamdi, help. Mensen, tag die gast niet. Want hij zal nooit over ons een video durven maken. Sowieso niet. Dus. Want hij is gewoon een... pussy. Flaprol. Oh nee! En ik vind het echt, maar ook echt ongelooflijk. Want deze video, deze stomme video, is gewoon 1 miljoen keer bekeken. Hoe gaat deze video zo viral? Het enige wat hij zegt is, ja, hey, tag Hanwee niet. Maar natuurlijk, wat doet iedereen? Iedereen tagt mij. We gaan even naar de comments kijken. Hanwee, ga met hem de ring in, AUB. Nou, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar deze guy wilde ook met mij de ring in. Ik dacht alleen van, hoezo zou ik met hem de ring in gaan? Hij heeft letterlijk al een keer gebokst en verloren. Even kijken of ik de DM's er nog bij kan pakken. Hoe zwaar ben je? 71 kilo. Top, ik 73. Zou je partij willen? No thanks. Pussy dingen. Oké, jammer van je. Broer, niemand kent jou. Oké, wow, ik zie trouwens dat sinds die tijd hij me een beetje heeft lopen stalken. Deze guy reageert alleen maar op mijn verhalen. Pussy Hanwee, Glenn, oh. En zoals ik had verteld, zat ik dus in het buitenland. Maar daar kreeg ik een probleempje. Ik had mijn terugvlucht per ongeluk op de verkeerde datum geboekt. Nou, we hebben weer een reactie van Jay, hoor. Nee, blijf daar. En normaal reageer ik niet eens op hem, man. Ik denk van, ja, weet je, boeit niet. Maar dit keer besloot ik wel iets terug te sturen. Ik stuurde hem gewoon deze foto. Eerlijk, ze lijken wel erop. Maar goed, hij heeft daar nooit meer op gereageerd. Maar goed, we waren bezig met de comments. Deze guy wil dat hij een video gaat maken voor Fame. Dat is ook inderdaad het geval. Ik zat ook te denken van, zou ik hier überhaupt op reageren? Dan geef ik hem precies wat hij wilt. Aandacht. Maar toen blies deze video opeens helemaal op. En ja, nu kan ik er eigenlijk moeilijk omheen. Maar goed, ik snap nog steeds niet waarom ik hier 20.000 keer in ben getagd. En ja, de rest spreekt eigenlijk redelijk voor zich. Beter klap je hem, sla hem knock-out, help ons. Maar als ik gewoon zo een beetje door die comments zit te scrollen. Ik word alleen maar getagd, wat? Ik zag ook letterlijk helemaal niks meer anders op mijn TikTok. Maar ik ga waarschijnlijk niet met Jay de ring in. Waarom? Nou, deze guy zoekt alleen maar aandacht. Ik kan hem ook gewoon echt niet serieus nemen. Dus ja, ik ben niet heel erg geïnteresseerd om tegen hem te vechten. Tenzij jullie het nou echt heel graag willen. Maar ik sta er nou niet echt van te springen of zo. Maar weet je wat, Jay? We gaan je vandaag even precies geven wat je wilt. We gaan je even in de spotlight zetten. We gaan namelijk een paar van zijn TikToks bekijken. Yay! Waar begin ik weer aan? De twee mooiste mensen van heel Nederland. Beginnen we echt zo? Dan gaan we echt zo beginnen. De eerste TikTok die ik over krijg je dit. Oh, deze comment. Wat een lange intro. Wanneer komen ze? Oh, nee, nee. Ik word ook in deze video's getagd. Hanwee, we gaan dood. Help. Ik wil eigenlijk niet eens helpen. Nee, Jay, wat doe je? Jay, beweeg eens. Waarom staat hij weer zo? Hij lijkt gewoon weer gehypnotiseerd. Zeg maar, waarom zou je expres zo doen? Dit zijn echt rare video's, man. Waarom kijken we hiernaar? Waarom kijken we hiernaar? Waarom? Valt het mij als enige op of lijken ze elke keer ook dezelfde outfit aan te hebben? Elke keer als ik gewoon denk dat er geen ergere TikTokers kunnen komen, komen ze toch? Eventjes later. Oh nee, 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 nee. Nee, nee. Ik ben achterkomen, ze hebben een nummer gemaakt. Nee. Jay Swartz en Lisa Sachi. Ubervlo... En Ubervlo... Wie is dat? Mijne. Oh god. Oké, gaan we dit echt kijken? Oké, we gaan dit kijken. Is dit gewoon een parody? Ik hoop het. Nee, maar wat is dit? Ik kan me geen slechtere intro voorstellen. Waarom zou je ooit besluiten je muziekvideo te starten met het meest valse? Alle ogen, ja, die staren naar je body. Ze zouden met je willen spelen, maar dat kan niet. Nee, 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 alsjeblieft. Ik heb nog nooit zo'n grote AliExpress in Justin Bieber gezien. Maar dit moet toch gewoon als grap bedoeld zijn? Dit is toch niet serieus, of wel? En zelfs mijn ingewanden beginnen er last van te krijgen. Shine so hard,
Ja, volgens mij is dit dus wel serieus. Volgens mij maken ze geen joke. Oh nee. Ze hebben zeg maar hun eigen versie van Justin Bieber Baby gemaakt. Voor elk lied dat je kon kiezen, ga je ook voor dat lied. Terwijl hun stemmen totaal niet zo hoog kunnen komen. Oh, maar wacht, man. Lisa zit ook op deze track. Hey, ik ben benieuwd. Lisa, hey, gooi wat bars dan. Je weet gewoon dat je echt heel diep bent gezakt als Lisa je enige hoop is. Alsjeblieft, alsjeblieft, Lisa. Hey, Jay is de AliExpress Justin Bieber. Dit is de AliExpress Bila Maïf. Wow, ik besef ook even, dit is echt de gaarste plek voor een muziekvideo ooit. Een bowlingbaan. Hey, ik heb echt een goed idee voor onze track, man. Ja, we gaan zeg maar zo een beetje cool dansen op een bowlingbaan. Wauw, zo'n goed idee, Jay. Wauw. Wat is wat denk? Mijn hoop voor Lisa was al zo. Nou, die is juist gedropt naar dit. Oh, Lisa. Nee, nee, nee. Waarom gebeurt dit? Hoezo bestaat dit? En het maakt niet uit of ik online of offline ben. Blijf haat iemand in zijn. Mensen met fake smile zeggen dat ik plastic ben. Oh. Opeens wordt er ook midden in het lied gekreund. Wacht, laten we dat nog eens horen. Ben. Oh. Het spijt me echt dat ik jullie dit aan moet doen. Als dit de woman is die ik zou willen, en geef mij dan maar een man. Geef mij maar een man. Ik voel me fijn, baby. Ik ben die bitch waar je man nog naar kijkt, baby. Waarom lijkt het ook alsof ze elke keer zeg maar kreunt aan het einde van een zin? Ik ben die bitch waar je naar kijkt, baby. Weet je, ik kan gewoon beter niet Lisa nadoen. Ik kan gewoon echt beter Lisa niet nadoen. Ik laat je nooit meer gaan. Wauw, wauw, ik moet eerlijk toegeven. Dit was denk ik wel het meest getalenteerde zangtrio dat ik ooit heb gezien. Geen joke. Wauw, ik heb nog nooit zoveel talent gezien in één video. Ik vind het gewoon zo zielig voor ze. Wil graag de familie van al deze personen sterkte wensen alvast in deze moeilijke periode die komen gaat. Dit gun je niemand. Ik krijg spontaan zin om een vork in mijn oor te steken. Je kan deze track het best luisteren met je volume uit. En als ik die tip nou eerder wist. Wanneer je zelfs de schaduw ziet als de cameraman close-up neemt. Wat? Nee, nee, is het... Nee, heb je dat gemist? Is dat zo slecht? Oh nee, nee, nee. Het is ook nog echt zo. Je ziet gewoon hier rechts die schaduw van die cameraman. Oh ja, oké, maar ik verwacht ook niet heel veel anders als je track op een bowlingbaan is gefilmd. Niks mis met bowlingbaan of zo hoor, maar dit was hem gewoon niet. Maar weet je waar ik Jay persoonlijk vroeger van kende al? Hij maakte van die rare stripvideo's. Hij heeft het alleen volgens mij zo goed verwijderd, maar ik kan er helemaal niks meer over vinden online. Dus ja, als iemand die video's toevallig nog heeft, stuur ze naar mij. Stuur ze naar mij. Oh nee, ik heb ze juist wat gevonden. Nee, nee. Ik wil heel vast even een waarschuwing geven. De video die we nu gaan kijken zou wellicht kunnen leiden tot permanente oogschade. Dus kijk op eigen risico. Oh. Dit zijn de goedkoopste AliExpress strippers die ik ooit heb gezien. Oh nee. Oh, is dat ook die guy uit die muziekvideo? Nee. Oh nee, godverdamme. Oh, zagen we die move? Zagen we die move? Maar ik vraag me zeg maar echt af wat er dan in je hoofd omgaat voordat je dit gaat filmen. Hey bro, ik heb echt een goed idee. Laten we ons shirt uittrekken en met een paraplu dansen op die trap, man. Wauw, Jay. Hey, zo'n goed idee. Ja, man. Ik ben down. Let's go. Maar er zijn volgens mij nog zoveel ergere video's. Ik heb ze alleen niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ben een idioot. Ik ben een idioot. Ik besef nu, die video's staan gewoon op zijn Instagram nog. Oh nee, gaan we dit echt kijken? Gaan we dit echt kijken? Ja. Hey, dames. Dit zijn de slechtste moves die ik ooit heb gezien. Maar vooral van die guy rechts, wat doet hij? Oké, wacht, wacht. We moeten deze moves even nadoen. Even één keer. Oké, oké, hier gaan we, hier gaan we. Nee, zijn rechterarm. Zo. Oh, wat is de volgende move? Ah, nee, ik kan dit echt niet, man. Hey, geef me even een betere move. Nee, nee, nee. Oké, nee, nee. Ik stop hiermee. Ik stop hiermee. Ik vraag me elke keer waarom ik mezelf voor schuld blijf zetten. Waarom doe ik dit? En voor jullie. En voor jullie, man. Hé, ik doe dit voor jullie. En precies daarom zou ik het ook waarderen als jullie iets voor mij doen. En dat is heel simpel. Abonneer op mijn kanaal. En like ook gelijk even de video. We gaan door met stripper J. Nee. Nee, man. Nee, wat is dit? Nee, nee, nee. Als je... Nee. Oh, nee. Dat weet je niet. Nee. Oh, ineens dan blijf vast. Oh, oh mijn god, nee.
dit kan niet, dit kan niet, nee. Oh mijn god, nee, dit is niet serieus. Oh nee. Dit is zo erg. Wauw. Wauw. Ik heb nog nooit zo'n erge video gezien. Wauw. Er is gewoon zo veel mis met deze video. Ten eerste, waarom zou je als vrouw zijnde hier ooit aan meedoen? En het is gewoon zo raar, want eerst gaan ze die chickies een beetje verleiden. Vervolgens zijn ze zo van, hey, jullie, ga even daarachter staan terwijl wij voor de camera dansen. En zie die meiden gewoon heel awkward daarachter zo staan. Waar slaat het op? En hebben ze nou serieus met lipstick allemaal kusjes op zichzelf getekend? Nee, nee. En besef even, jullie willen dus mij tegen deze guy zien vechten. Stel je voor, we staan in de ring. Begint hij opeens zo te dansen. Ja, homie, kom dan. Ik zou gelijk verliezen, man. Ik zou gelijk verliezen. Nee, maar dit is echt erg. Dit is gewoon echt naar. Gewoon echt. Yo, bro, ik heb hier zo'n goed idee. Luister dan. We gaan naar de supermarkt en trekken onze kleren uit. Maar zo, hé. Dit zijn exact de video's die ik bedoelde. En blijkbaar staan ze gewoon op. Ik ben zo dom. Oh nee, dan gaan we weer. Oh, ik zie weer twee meisjes op stoelen zitten. Nee. Nee. Oh nee. Zijn het ook nou dezelfde dames? Oh god, oh. Oh, waarom doen jullie dit? Waarom doen jullie jezelf dit aan? Oh nee, nee. Hoe kan je hier aan meedoen? Oh nee, maar dit is zo smerig gewoon. Ik krijg hier een gekke. Maar oké, naast het feit dat zijn broek aan zijn enkels hangt en zo weer opeens random gaat strippen. Wat zijn dit voor moves? Wat zijn dit voor moves? Ik ben Jay. Alleen niet naakt. Volgens mij zit ik er nu echt uit als ze begon. Nee, oké, okay, nee, nee. Ik knip dat uit de video. Nee, wat is dit? Hey, hou op met me. Nee. Deze guy optredens? Wil jij dat ik kom optreden bij jou in de buurt? Ik kan niet geloven dat de mensen oprecht nog zaten te gillen. Of was het zeg maar een gil uit angst? Ah, nee, Jay. Nee. Kan je dat voorstellen? Je zit op een feestje en zijn ze opeens van... Hey, we hebben een mystery guest. Hoor je opeens dit? Ze zouden met jullie willen spelen, maar dat kan niet. Ja, oké. Okay, ik zou ook gillen, ja. Oh, nee, nee. Nee, heeft het ook weer Lisa gedaan. Nee. Oh, shit. Hey. Heeft hij zo Lisa versierd? En mensen, ik had het mis. Blijkbaar vinden vrouwen dit geweldig. Zo geweldig dat Lisa en Jay nu een relatie hebben. Ik heb echt meer dan genoeg gezien. Wow. Nou goed, like de video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.